Fernandes Bodling-directeur Brian Renten zegt in reactie op uitlatingen van bisschop Steve Meijer dat hij zijn energie niet wil verspillen. Tijdens een protestactie zaterdag van de groep van samenwerkende verontrustende burgers, kerkgemeenschappen en vakbonden zei Meijer dat hij het bedrijf van Renten en andere organisaties zal boycotten als die niet stoppen met hun vaccinatiedwang. Als jij ons discrimineert omdat wij niet gevaccineerd zijn en zelf jouw werknemers die zoveel jaren voor je hebben gewerkt gewoon met ontslag stuurt omdat ze dus dit experimenteel spul niet in hun lichaam willen nemen en dan stuur je ze met ontslag, dan geef je mij aan dat je dan ook niet geïnteresseerd bent in mij. Ongevaccineerd geld. Dus dan ga ik jouw producten niet meer kopen. Waarom? Je bent bezig te discrimineren. Je bent bezig een apartheidstaat te installeren in het land Suriname. En dan kan ik niet jouw bedrijf en jouw producten ondersteunen. Want het is mijn geld, het is mijn lichaam. En als ik niet zelf mag beslissen wat in mijn lichaam komt, als ik niet zelf mag beslissen wat in mijn lichaam komt, en jij wil voor me komen bepalen en wil mij dwingen en mij verplichten, dan ga ik jou ook wijzen dat ik jouw producten niet ga aanschaffen. En ik ga dus die oproep doen naar alle mensen die dit onrecht vinden, om dus dat ook over te nemen en te boycotten de producten van dat soort bedrijven. Meijer stelt dat hij geen kwaad met kwaad vergeldt, maar ervoor wil zorgen dat onrecht wordt betwist. De bisschop stelt dat er met de opstelling van verschillende bedrijven die mensen onderdrukken een apartheidstelsel wordt gecreëerd binnen de samenleving. Renten zegt dat bij Fernandes Bodling geen enkele werknemer is gedwongen zich te laten vaccineren of is ontslagen. Voor Renten heeft een ieder nog steeds de vrije wil te bepalen als zij zich laten vaccineren.